Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. De vorige aflevering hebben we een nieuwe skill geleerd. Ik moet alleen even kijken hoe die werkt. Zo. Nice, ik heb een ability point. Hoe werkt het ook weer? Bij B. Oh nee, wacht. Als we gesaved hebben, hier kan ik de ability tree. En dan kan ik een ability points gebruiken om... allow Ori to also use dash in mid-air. Oké. Okay. Most pickups will automatically be absorbed. Best wel goed. Die kan ik nog niet doen, want daar heb ik 2 ability points voor nodig. En wat is dit? Allows the spirit flame to damage 2 targets at once. Die gaan we doen. Episch. Oké. Okay. Nou, kom erop met je schold. Au. Oh, dat werkt niet. Dat hoopte ik wel echt. Oh, wacht. Moet dat hierop dan? Ja. Ah. Geheime tunnel. Oké. Okay. Nice. Wil je ook? Dat had ik even niet verwacht. Oké, dat werkt niet. Even kijken. Oh. Oh, dat werkt ook niet wat ik had gehoopt. Daar wil ik dus eigenlijk helemaal niet komen. Dat is eigenlijk het moraal van het verhaal. Kijken waar ik dan naartoe moet. Hier kan ik verder niet naar beneden, toch? Nee. Nou, kom maar op met je schot. Ik kan daar niet bij. Ik denk toch dat dit de bedoeling was. Ik heb een idee. Ah. Dat werkte. En daar dus de geheime tunnel open. Come on, in. Ik ben goed bezig. Oké. Oh, oeps. Oh. Hoe krijg ik die open? Fucking dekking! Iets van een dash of zo? Hoe werkte de dash ook alweer? Oh. RB. Dat is die. Onder water kan je dus blijkbaar niet dashen. Oké. Okay. Dan kunnen we daar misschien op een later moment nog heen. Dan gaan we even op de map kijken. Dan gaan we naar links. Dat is denk ik de enige verdere optie die er nog is. Even kijken.
We kunnen beneden langs of boven langs. Hallo? Kut. Ah, oh, I did verneuking het weering. Oké. Auw. Nou. Het is nog niet zo moeilijk om gewoon op I te drukken. Kom op. Hallo? Gaat hij nog gewoon dood dan de volgende keer? Ik denk dus oprecht dat dat dus te halen valt, hè? Ik wil het gewoon blijven proberen totdat ik dat kan halen. Nou, dat gaat hij toch niet halen. Oké. Okay. Misschien kan ik ooit de triple jump leren. Dat zou mooi zijn. Oké, laten. Oh. Waarom is dat kutbeest zo moeilijk te verslaan? Nou, kom. You dead, bruh. Oeh. Krijg ik een warping point, volgens mij ook. Even kijken. Ik kan hier naar beneden zo. Oeh, ik wil toch daar naar beneden proberen. Wil ik toch proberen. Ook al was dat wel een lastig stukje volgens mij. Niet hoe ik daar zou moeten komen. Ik denk via het water. Nou. Nice. Laat me rust. Ging dat ook weer? Oh ja. Zo. Lijkt me een goed idee om daar inderdaad even te saven. Spring er wel overheen. Zo. Hier beneden ben ik net geweest. Mis ik nog iets op de kaart? Ja, er is hier een stuk boven, maar dan kan ik vanaf hier niet komen, dus. Oh. Vuile bitch, ga dood. Oké, hij is dood.
Dat is niet eerlijk. Ik wil te snel. Het is een Mario-syndroom. Het zijn ook pijnlijke stekels, zie ik al. Dus dit is zo, dit is een safe zone, wat is dit voor een bullshit? Oké. Wacht, waar is die andere? Dit is safe genoeg. Oeh. Het zit vol met stekels, dus daar kan ik niet echt komen. Dan moet ik hier naar rechts. Daar is wel iets hier rechts. Oh, dit is een warping. Oh, hier ben ik dus alles geweest. Ja, we moeten dus naar links. Oh, naar links. We kunnen gaan warpen helemaal naar links. Ik denk dat dat ook al zo'n beetje de bedoeling is. Kijk, we moeten ergens waar we naar links kunnen, maar... Oh, hierboven. We moeten eigenlijk naar die kant warpen. Laten we gaan warpen. Hoe warp je ook alweer? Oh, I to warp. Nee. Ik krijg post. Maar daar gaat het niet om. Ik wil warpen. Select area. Ah, oké. Zo warp je. Toppie. Ja, hier wou ik naartoe warpen. Oh. Save the game. Save the game. Nice. Fijn. Oké. Oh. Valley of the Wind. Wat een kutbeesten. Ga dood. Ze zijn dood. Ah, kijk. Kan ik nu? Wat doet dit? Increases the strength of the radius of the light burst. Oh, die heeft 2 nodig. Laten we die doen. Auw. Ook niet, oké, dan kunnen we niet naar beneden. Oh, dit is een kutbeesten, maar wel dode kutbeesten. Oeh. Oh. Nou. Kijk, geheime tunnel is geopend. Oh,
naartoe? Naar links of naar boven? Oh, nou, de keuze wordt voor ons gemaakt. Kut. Oké. Gaan we links of naar rechts? Au. Die is dood. Dit is een interessant stukje. Daarboven kan iets zijn, maar ja, je weet het niet, hè? Oh, dat kan dus niet. Oh, fuck. Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Kut. Ho. Nou. We gaan wel deze kant gewoon op. Of trouwens, we willen die ene. We willen nog wel even die ene skill gebeuren halen. He dead. Nee, ik ben hem dood gegaan. Kutzooi. Het is kut omdat ik dood ga bij zo'n makkelijk stuk. Dit is echt gewoon. Hier kan ik niet zoveel aan doen. Behalve. Hier kan ik juist wel wat aan doen. Dit is niet zoveel aan de game te wijten. Behalve dan dat sommige jumps gewoon niet werken. En dat is iets wat ik heel kut vind. Dus ik wil eigenlijk zeggen. Dit heeft wel met mezelf te maken. Behalve dan dat sommige knopjes gewoon echt kut zijn. Gewoon dood. Dank je. Kijk, die wil ik even pakken. Zonde als we die niet gebruiken. Oh. Ability point. Volgens mij moet ik sowieso voor de volgende moet ik 2 ability points hebben, dus. Oh. Dat is kut. Oh.
Ik hoopte dat beest dat ding kapot kon maken, maar dat kan dus blijkbaar niet. It all feels so random. Oh, wat een kutbeesten zijn die vogels, zeg. Holy shitting. Ik hoop echt dat er een skill is. Misschien kan ik dat straks wel zien als ik die skill point weer ga inleveren. Dat je beter kan springen of zo. Better. Gewoon. Dat er echt staat better jump. Echt. Wat een kut jump zeg. Druk elke keer op de verkeerde knop. Hoezo doen die plantjes eigenlijk 3 damage? Mag ik het weten? En waarom heeft die vogel 724 damage nodig om dood te gaan? Moet ik hierheen eens te vragen, maar ik wil het wel. Wacht, even kijken. Is er iets van betere jump? Ultra Soul Link, Charge Dash, Water Brief, Soul Link. Triple jump. Oh, er komt een triple jump aan, maar dat duurt nog zo lang. Maakt overigens de jump niet per se beter. Hoe ga ik dat beest killen? Weet je, ik ga gewoon lekker die kant op. Fuck it. Kan me allemaal gestolen worden. Oh, dat kan niet. Oeps. Oh, nu deed hij het niet. Leuk. Ik moet wel naar de Misty Woods. Ik denk dat ik dat kutstukje gewoon even oversla. Hier, sla op. Weg ermee. Dat ziet er wel misty uit en woedzig. En een grote uil. Ik haat grote uilen. Let us not travel further. Let's unleash her wrath. Betekent dat dat ik dus niet deze kant op mag? Dat zou ik heel naar vinden. Oké. Ja, oké, dat kan dus niet. Oké, duidelijk.
Dus dan moet ik toch terug naar dat stukje. Maar hij heeft wel full health, dus misschien kan ik dat stukje dan wel halen. We zien het de volgende keer. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos!